Dames en heren, ik heet u allen van harte welkom op de vijfde Hannie van Leeuwen lezing. Een speciaal welkom voor Jantien Kriens, die de lezing zou houden, directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ook een speciaal welkom voor Stan, onze gespreksleider van vanmiddag. Maar vooral een heel bijzonder welkom voor Hannie van Leeuwen. Bij de vijfde Hannie van Leeuwen lezing. Mijn naam is even heel snel Stan Verhaag. Ik ben gespreksleider van beroep en hoofdredacteur van een blad dat heet WMO Magazine. Verschijnt 6 keer per jaar op papier en wekelijks als digitale nieuwsbrief. De vijfde Hannie van Leeuwen lezing, daarvoor ga ik zo meteen het woord geven aan mevrouw Kriens, voorzitter van de directieraad van de VNG. Werd zij dat al? En daarna zal Hannie van Leeuwen zelf ook even reageren. Fijn dat u er weer bent, mevrouw van Leeuwen. Dat is ook iets wat elk jaar weer gezegd wordt als je vooraf rondloopt in de coulissen. Dit jaar was er ook iemand die mij aansprak en die zei wat fijn dat Hannie van Leeuwen er ook weer is. Ik ben er al voor de 5e keer bij. Dat geldt ook voor u. U bent er ook al voor de 5e keer bij. Hè? Dus het wordt elk jaar gezegd. Elk jaar is er iemand die zegt wat fijn dat Hannie van Leeuwen er ook weer is. Ik denk dat ze er de komende 5 jaar ook gewoon bij zal zijn. Ja. En misschien nog wel de komende 10 jaar. Zullen we dat nog afspreken? Ik wil heel even een klein stukje terug in de geschiedenis, want de 5e editie, dat is een jubileum zou je kunnen zeggen. We begonnen in 2012 met mevrouw van Leeuwen zelf. 2013 staatssecretaris Martin van Rijn verzorgde toen de Hannie van Leeuwen lezing. 2014 was het jaar van André Rouwvoet, zorgverzekeraars Nederland. En in 2015 Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, het SCP. En dit jaar geef ik het woord aan Jantien Kriens. Maar voordat ik dat doe, gaan we eerst even kijken naar een filmpje. En dat heet Ruimte voor Raden. En het is gemaakt, dat staat eronder ook, ik zal er niet voor gaan staan. Dat is wel goed om dat even te melden, want het gaat namelijk over samenwerking. En het is gemaakt door de Landelijke Cliëntenraad, de LCR, het LOC, de Koepeladviesraad Sociaal Domein, uiteraard, die ook deze bijeenkomst organiseert, en de Woonbond. Dus voordat we naar mevrouw Kriens gaan luisteren, gaan we eerst kijken naar dit filmpje. Dank en wat een eer om een lezing uit te mogen spreken die uw naam heeft. Dank voor de uitnodiging. Wij hebben elkaar ontmoet, mevrouw van Leeuwen en ik, toen ik kersverse wethouder in Rotterdam was in 2006. En ik had de portefeuille zorg. En mevrouw van Leeuwen die zorgde ervoor dat ze aan het begin van mijn wethouderschap in het stadhuis van Rotterdam een bijeenkomst organiseerde met de cliëntenraden. En zij hield mij dus vanaf het begin van mijn wethouderschap heel erg sterk en strak en inspireerde me daarbij op. Het gaat altijd over mensen en dus moet je het altijd met mensen doen. Ik wil het vandaag met u hebben over hoe gemeenten en cliënten / burgers samen beleid kunnen maken. Over hoe we collectieve participatie kunnen vormgeven met oog voor individuele verschillen tussen mensen. En over hoe we mensen zoveel mogelijk eigen regie en sturing kunnen geven op hun eigen leven. Kortom, over hoe we optimaal maatwerk kunnen leveren binnen de kaders van de wet, maar natuurlijk ook binnen de kaders van de gemeentelijke bankrekening. Participatie, maatwerk en eigen regie. Dat zijn de thema's in de veranderende verhoudingen tussen overheid en burgers. We denken wellicht dat het thema's zijn die typerend voor onze tijd zijn. Maar in mijn ogen is niets minder waar. Ik maak daarvoor een uitstapje naar zo'n 40 jaar geleden.
in mijn eigen leven toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het werk van de politiek filosoof Hannah Arendt. Haar ideeën grepen me zeer aan. Hannah Arendt verwoordde gedachten die ik op dat moment zelf eigenlijk nog helemaal niet onder woorden kon brengen. Twee van haar inzichten neem ik sinds die tijd mee bij bijna alles wat ik heb gedaan. De eerste is dat alle mensen een intrinsieke behoefte hebben om in de publieke ruimte aanwezig te zijn en te handelen, gezien te worden, er te zijn. In die publieke ruimte komen we andere mensen tegen. En uit de interactie tussen mensen ontstaat iets tussen mensen. Niet in mensen, maar iets tussen mensen. En voor mij is dat altijd gebleven wat een samenleving is. Individuele mensen die zich verbinden. Dat betekent dat we voor de overheid de vraag moeten stellen, of als overheid de vraag moeten stellen, hoe we antwoord geven op de vraag hoe je omgaat met verschillen in dat publieke domein. Hoe je bevordert dat mensen met elkaar in gesprek komen. Om daarmee het weefsel tussen mensen sterker te maken. Samen een samenleving te bouwen die beter is. En dan is de vraag die wij vandaag moeten stellen, wat zijn dan nog onze gedeelde waarden in een samenleving die heel erg uit elkaar lijkt te vallen. In allerlei verschillende mensen, allerlei verschillende groepen. Een samenleving die vanuit een verzeilde samenleving nieuwe verbanden die betekenis hebben probeert op te bouwen. Het tweede inzicht dat ik meeneem is dat mensen zich onderscheiden van dieren omdat een mens altijd weer opnieuw kan beginnen. Bij wijze van spreken elke dag opnieuw geboren kan worden. Wij hebben het vermogen om steeds weer te leren van wat we hebben gedaan, te reflecteren en te blijven werken aan verbeteringen en dat wat we doen in ons handelen, onszelf telkens weer bij te sturen. Ook Hannah Arendt had het in de jaren 50 van de vorige eeuw al over participatie, over wat draag je bij aan de samenleving. Zij maakte een onderscheid tussen arbeid, werk en handelen. Arbeid is wat we doen om te voorzien in onze dagelijkse levensbehoeften. Met werk produceren we goederen, maar met handelen laten we onze stem horen. Laten we ons zien in de samenleving, worden we gekend. Ze waarschuwde voor een samenleving waarin consumeren en produceren een doel op zichzelf worden. En stelde toen al vragen bij de dingen die we doen in het sociaal domein. Ik citeer de kanon sociaal werk. Arendts analyse wijst op de teloorgang van het politieke en op de ongebreidelde opkomst van het sociale domein dat zij vooral als een vorm van consumentisme en maakbaarheidsdenken beschouwt. Arendt stelt dat het productgerichte denken dat meer en meer de sociale sector domineert aan de kaak. Het intermenselijk handelen is broos en fragiel en laat zich niet of nauwelijks voorspellen. Zeker in de vaak complexe en problematische situaties waarin de sociaal werker zich met zijn cliënten bevindt. Sociaal beleid richt zich juist meer en meer op controleren, sturen en afrekenen. Is de sociaal werker niet meer dan een radertje in de enorme bureaucratieën die dit met zich meebrengt? Of is hij bereid om na te denken over wat we aan het doen zijn? Na te denken over de bedoeling? Einde citaat. Dames en heren, sociaal beleid als onderdeel van de bureaucratie versus sociaal beleid als vorm van persoonlijke aandacht en maatwerk. Veel actueler kunnen we het niet krijgen. Bijna 60 jaar na dato blijkt Hannah Arendt de beweging te hebben beschreven die met de decentralisaties in het sociale domein is ingezet. De bureaucratie en de systeemwerkelijkheid moeten plaatsmaken voor een passende aanpak gericht op het individu of het huishouden en diens deelname aan de maatschappij. En dat is een proces waar we nog volop in zitten. De transitie, de overgang, de zorgcontinuïteit, de overdracht van budgetten is afgerond, maar de transformatie is nog in volle gang. En elke dag weer werken gemeenten en sociale wijkteams er samen met cliënten aan om de persoonlijke aanpak te verbeteren. Dat moeten we doen vanuit wat we in gemeenteland inmiddels de radicale omkering noemen. En wat bedoelen we nou met die radicale omkering? Daar bedoelen we mee dat we er nog veel meer dan we al dachten te doen toen we een pleidooi deden voor de decentralisaties, de inwoner, onze burgers centraal te stellen.
ik zeg zo nadrukkelijk, onze burgers. Omdat als je gemeentebestuurder bent, dan heb je het echt over onze burgers. Onze Rotterdammers, onze Amsterdammers. Ben je van de Rijksoverheid, dan is het heel gek om dat te zeggen. En dat duidt iets op een andere relatie die je met elkaar hebt. Wat heeft de bejaarde mevrouw Pietersen nou nodig? Kenbaar, zichtbaar, om ervoor te zorgen dat ze volwaardig mee kan doen. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die meneer Alaoui, die werkloze vader met zijn dochter met gedragsproblemen, dat die hun leven weer op de rit krijgen? En ook, wat moeten we organiseren om ervoor te zorgen dat de grootste groep inwoners die zichzelf redelijk redt, zich ook in de toekomst kan redden? En dat klinkt waarschijnlijk allemaal heel erg logisch, maar toch is dat in de praktijk niet altijd vanzelfsprekend. En ik wil dat illustreren aan de hand van een piramide. U ziet hem hier in beeld. De onderkant van de piramide, dat is de brede basisinfrastructuur van wat ik maar noem algemeen beleid. We moeten ons realiseren dat 80% van onze burgers zelf oplossingen voor eigen problemen vindt of voldoende heeft aan een vorm van ondersteuning uit algemene lokale voorzieningen in die basisinfrastructuur. 80% van de mensen heeft gewoon zelf regie. En dat betekent dat de overheid, gemeente, maar ook de Rijksoverheid ervoor moet zorgen dat die basisinfrastructuur op orde is. En dan hebben we het over verpleeghuizen, huisartsen, jeugdzorg, maar ook welzijnswerk, onderwijs, speciaal onderwijs, enzovoort, enzovoort. Dat is voor die 80% van de mensen in feite de kwaliteit die maakt dat ze zelf regie over hun eigen leven kunnen hebben. En met goed algemeen beleid kun je daar als overheid prima in voorzien. De 15% boven die 80% die heeft meer hulp nodig dan we met die basisinfrastructuur kunnen bieden. Dat zijn mensen die relatief ingewikkelde problemen hebben, soms ook meer problemen hebben, en die extra aandacht nodig hebben en niet meer in staat zijn om de regie op hun eigen leven te voeren. En dat vraagt om maatwerk. Bijvoorbeeld van sociale werkteams of van eerste lijnsvoorzieningen. Sociale wijkteams zouden die mensen moeten kennen en hun aandacht op hen moeten richten en waar nodig zorgen dat ze weer in het onderste deel van die piramide komen bij die 80%. En dan het topje van die piramide. Die bestaat uit 5% en het is niet een hard onderscheid. Hè? Het kan best zijn dat in sommige gebieden die 5% veel meer is of in andere gebieden. Het is een beetje als vuistregel. Het topje bestaat uit 5% van de bevolking die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig heeft. Dan heb je het bijvoorbeeld over dementerende ouderen die helemaal geen netwerk hebben. Je hebt het ook over verwarde personen, waar we het de laatste tijd veel over hebben. Of je hebt het over multiproblem gezinnen. Dat zijn mensen die per definitie niet in een systeemaanpak of in algemeen beleid passen. En in het uiterste deel van het puntje heb je het ook daar waar de zorgbehoeften samenkomen met strafrecht. Want een deel van de mensen, 80% van de mensen in gevangenissen, laat dat maar eens tot u doordringen, dat zijn eigenlijk mensen met licht verstandelijke beperkingen. En dat zijn dus eigenlijk mensen die we te laat hebben gezien, die we misschien eerder de steun hadden moeten bieden die ze nodig hebben. De mate van aandacht die nodig is, die zou je kunnen zien als een omgekeerde piramide, als je hem over het plaatje heen legt. Hoe hoger in de piramide we zijn, hoe meer je als overheid moet doen, hoe meer budget je vaak ook per persoon daarvoor nodig hebt. En dus moeten we proberen om die groep onder in de piramide zo groot mogelijk te maken. En gemeenten hebben als opdracht om het zelfoplossend vermogen van mensen te versterken, mensen te steunen in hun zelfredzaamheid en vooral samenredzaam te maken. Want hoe groter die onderste laag van die piramide wordt, hoe meer aandacht en budget gemeenten kunnen geven aan die mensen die het echt niet zelf redden en die wel die aanvullende ondersteuning nodig hebben. Doen we dat al? Ja, maar het kan nog veel beter. Mijn stelling is dat de politiek dikwijls de fout maakt om elke keer weer systemen te maken voor de mensen die eigenlijk in dat topje zitten van die piramide. En de systemen die we dan verzinnen, die gaan eigenlijk ten koste van die 80% in die basisinfrastructuur, omdat we dingen te veel willen controleren. En ze zetten ook het maatwerk voor die 15% onder druk.
Ik zie dat nu gebeuren in die sociale wijkteams. Wijkteams die zich eigenlijk vooral zouden moeten richten op die 15% mensen die niet vanzelf regie over hun eigen leven kunnen hebben. Die maatwerk nodig hebben. En ik zie dat sommige wijkteams nu met alle goede bedoelingen die ze hebben, met die 5% aan de slag gaan. Met de allercomplexe, ingewikkeldste mensen aan de slag gaan. Waar je eigenlijk hele specifieke expertise voor nodig hebt. Waar je de gespecialiseerde instellingen erbij moet houden. Waar je bijvoorbeeld in de netwerken die de veiligheidshuizen zijn. De dak- en thuislozenopvang, veilig thuisorganisaties. Mensen ook voor wie het altijd over alle levensgebieden heen om vraagstukken gaat. Die het met wonen problemen hebben. Die met gezondheidsproblemen hebben. Die met een netwerk problemen hebben. Al die problemen die bij elkaar komen. Veilig thuisorganisaties, waar we het hebben over geweld in afhankelijkheidsrelaties. Ook dat zijn plekken waar heel veel deskundigheid is voor juist die groep. En als een sociaal wijkteam daar dan zelf mee aan de slag gaat, in plaats van ze door te geleiden naar de specialistische ondersteuning, dan zie je dat dat zoveel aandacht vraagt, dat er niet meer genoeg tijd is voor die 15%. Voor die mensen die met een beetje extra steun wel weer zelf de regie over hun eigen leven zouden hebben. En het jammer is dat ze daarmee niet zelden in die 5% terechtkomen, in plaats van dat we ze weer in de basisinfrastructuur weten te krijgen, opdat ze weer zelf de regie in hun leven hebben. En dat is nou juist wat we met een gerichte aanpak zouden moeten voorkomen. Dames en heren, het mogen duidelijk zijn dat de groepen mensen in deze drie lagen van de piramide heel verschillend zijn. De hulp en ondersteuning die zij krijgen zijn gebaseerd op precies dezelfde wet. WMO, jeugdwet, participatiewet. Maar die drie groepen vragen elk om een volstrekt andere benadering. Samen beleid maken betekent voor die onderste groep iets heel anders dan de bovenste twee groepen. En dat heeft consequenties voor hoe we inspraak en advies regelen. Wij als gemeente, maar ook u als adviesraden. Simpel gezegd zou je kunnen stellen dat algemene inspraak en advisering, zoals die vaak door adviesraden worden gegeven, nu vooral heel waardevol zijn voor de basisinfrastructuur, voor het algemene beleid. En met deze vorm van inspraak kunnen we samen beleid maken voor de grootste groep die zelf de regie over zijn eigen leven nog heeft. Maar het wordt al ingewikkelder als we een trapje hoger gaan in de piramide. Want vertegenwoordigen de adviesraden ook de groep mensen die maatwerk nodig hebben, omdat ze het alleen niet meer redden? Kent u als leden van de adviesraden hun verschillende problemen goed genoeg om met de gemeente het gesprek aan te gaan over welk beleid er voor hen nodig is? Ik kan me voorstellen van niet, en dat bedoel ik helemaal niet als een verwijt. Want het is begrijpelijk. Het is een voortvloeisel van de manier waarop we jarenlang gewerkt hebben. Denkend vanuit wetten. Denkend vanuit systemen. In plaats van denkend vanuit de leefwereld van mensen. Vanuit het maatwerk. Vanuit de opgaven waar mensen zich voor gesteld zien. Het vraagt dus wel een herbezinning op hoe we dat dan met elkaar kunnen organiseren. In het filmpje dat we net zagen, daar zie ik ook dat u zich met die vraag bezighoudt. En het is ook mooi om te zien hoe de vernieuwing in uw werkveld duidelijk ook gaat naar een integrale aanpak. Want natuurlijk moet je samenwerken met huurdersverenigingen. Want die huurders, dat zijn niet zelden dezelfde mensen als die behoefte hebben aan extra ondersteuning als cliënt. En dat zijn weer precies dezelfde mensen die door de gemeente burger worden genoemd. Dus het is verstandig om dat bij elkaar te pakken. Mij viel overigens op dat in dat filmpje cliëntenraden, huurdersraden, maar gemeenteraden niet voorkomen. Wel de gemeente, maar gemeenteraden. Ik zal daar straks ook nog iets over zeggen. Want misschien is het wel zo dat de decentralisatie in dat opzicht ook de vernieuwing van de democratie terug aan het brengen is. U hebt de afgelopen dagen veel gelezen over zogenaamde code oranje. En wat je ziet in heel veel gemeenteraden is dat gemeenteraden heel erg aan het zoeken zijn. Hoe kunnen we nou weer betere verbinding maken met burgers? Want in een aantal gemeenteraden zitten ze wel heel erg veel te vergaderen en hebben ze heel erg veel stukken op hun bordje. Maar hebben ze niet meer het gevoel dat ze de stem van de burgers kunnen verwoorden. Dat ze kunnen vertellen wat er aan de orde is bij burgers. En als we dan naar het topje van de piramide gaan, dan denk ik dat beleidsparticipatie echt moet aansluiten bij het individueel
individuele niveau van mensen. De grote verschillen tussen de groepen in de piramide betekenen dat er zowel aan de kant van de gemeente, en ook de gemeenteraden dus, als aan de kant van adviesraden iets moet veranderen rond het begrip beleidsparticipatie. Adviesraden doen heel nuttig werk, maar ze zullen moeten veranderen en verbreden. Een groot deel van de doelgroep kan of wil namelijk helemaal niet vergaderen, maar wil en moet wel gehoord worden. Gemeenten moeten die moeilijke doelgroepen ook zien te bereiken en u moet hen als adviesraden daarbij helpen. En daarom is het goed dat we als VNG en koepel adviesraden sociaal domein bijvoorbeeld in gesprek zijn over hoe we de jeugd beter kunnen bereiken. Want lang niet elke gemeente heeft een jeugdraad. En jongeren willen over het algemeen ook helemaal niet vergaderen. Maar hoe betrekken we ze dan wel? Hoe komen we wel in gesprek met elkaar? En hoe laten we ze zien dat het leuk is om invloed uit te kunnen oefenen op het leven? Invloed uit te kunnen oefenen op je eigen straat? Invloed uit te kunnen oefenen op de dingen die jij doet in jouw gemeente? Gemeenten moeten de kennis en kunde hebben om een goede basisinfrastructuur neer te zetten en om die bovenste twee groepen in de piramide een passend ondersteuningsaanbod te bieden. We moeten weten of we de juiste dingen doen. En dat kunnen we leren uit onderzoek van de professionals en door ervaringen van cliënten. En dat laatste is volgens mij dé manier om samen met cliënten beter beleid te maken. Leren uit de praktijk en ons op basis daarvan blijven verbeteren. Een paar voorbeelden. Toen ik nog wethouder was in Rotterdam, werkte ik met zogenaamde doelgroepambassadeurs. Een mooi woord voor mensen die uit eigen ervaring iets kunnen zeggen over wat bepaalde doelgroepen nodig hebben. Zo had ik doelgroepambassadeurs van ex-dak- en thuislozen. Dat waren mensen die zelf ervaring hadden met dak- en thuisloosheid. En die zelf ervaring hadden met verslaving. Ervaringsdeskundigen met wie ik samen voor zaaltjes ging staan. We betaalden ze ook. Als ik voor een groep bewoners stond, dan vertelden zij me wat ze hadden ervaren. En wat zij belangrijk vonden. Ik vond het ontzettend prettig als wethouder om met hen samen te werken. Juist omdat ik wist dat hun verhalen voor het echt waren. Hun verhalen uit de echte werkelijkheid kwamen. En dat besef, dat zie je bij steeds meer gemeenten ontstaan. Dat het waardevol is om niet alleen adviezen te krijgen in een vergadering of op papier, maar adviezen te krijgen in het rechtstreeks contact met mensen. En op die manier echt samen beleid te maken. Ik heb nog nooit zoveel wethouders over concrete casussen horen spreken als in de afgelopen half jaar. En dat is een niet te onderschatte beweging die er in de gemeentepolitiek plaatsvindt op dit moment. Geen vrijblijvendheid meer in het invoeren van beleidsnota's, maar wethouders die op hun netvlies hebben staan wat er echt met de mensen in hun gemeente aan de orde is. Ik vind ook een mooi voorbeeld Arre Zuurmond, de gemeentelijk ombudsman van Amsterdam en omliggende gemeenten. Hij snapt dat je niet een vergadering moet beleggen om te toetsen of het ondersteuningsaanbod voor de mensen bovenin die piramides klopt. Maar hij probeert om op het niveau van casussen te kijken naar wat kunnen gemeenten daar nou van leren? Wat kan Amsterdam daarvan leren? Wat kan Zaanstad daarvan leren? En dat doet hij door met mensen in gesprek te gaan over hoe zij zelf de ondersteuning nou hebben ervaren. Dat persoonlijke gesprek, het kijken naar casussen, is in mijn ogen de enige manier waarop je de mensen in het topje van die piramide kunt betrekken bij beleidsontwikkeling. Als de ondersteuning maatwerk is, dan moet je mensen ook individueel betrekken in wat je doet. Uiteraard vooraf tijdens het keukentafelgesprek, maar zeker ook achteraf om ervan te kunnen leren. Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden doet dat ook. Ook hij had ontzettend veel relevante informatie uit casussen. En die aanpak sluit aan bij de gedachte achter de decentralisaties, namelijk maatwerk leveren. Hoe meer gemeenten dat maatwerk weten te leveren, hoe verder we komen in de transformatie, in de verandering van de relatie tussen overheid en burgers, in de verandering van de samenleving waar we volop mee bezig zijn. Hoe breder de bron van je kennis moet zijn om het beleid te toetsen en bij te sturen. In steeds grotere mate worden dan individuele casussen je informatiebron. Uit casussen kunnen gemeenten leren wat er nodig is om goed maatwerk te kunnen leveren. Beleid maken anno nu is wat dat betreft echt heel wat anders dan hoe we er in vroegere jaren naar gekeken hebben. Om terug te grijpen op Hannah Arendt, het is geen werk, het is handelen. En dat doet me ook denken aan een ander voorbeeld uit Rotterdam.
Het is een mooie illustratie van wat je van casussen kunt leren voor je integrale beleid. In Rotterdam hebben we op een gegeven moment gekeken naar de dossiers van 17 jongens die in de gevangenis zaten. We hebben hun dossiers gelicht om helder te krijgen of we die jongens nou ook al eerder in beeld hadden als gemeente. En wat bleek? Meer dan de helft van die jongeren was in de basisschoolleeftijd al aangemeld bij de leerplicht. In de basisschoolleeftijd. Het gebeurt bijna nooit dat kinderen dan al bij de leerplicht worden aangemeld. En dat was een les voor ons. Het maakte ons duidelijk dat een melding bij de leerplicht in de basisschoolleeftijd er dus eentje was waar we meteen diep in het gezin moesten gaan kijken. Want dat zou kunnen betekenen dat we daarmee heel veel ellende daarna zouden kunnen voorkomen. Op die manier casussen analyseren, op zoek naar een rode draad, dat is volgens mij de nieuwe manier waarop we beleid moeten bijsturen. Wat dus ook betekent dat beleid niet stolt in een beleidsnota die we vaststellen. Misschien een anekdote uit mijn eigen ambtenarenleven. Toen ik in de jaren 80 ambtenaar werd, dat was overigens ook in de gemeente Rotterdam. Toen was het nog de situatie dat je geacht werd een nota te maken. En die nota werd vastgesteld in de gemeenteraad. En vervolgens kreeg je een andere taak. En ik weet nog mijn verbijstering, omdat ik dacht van ja, maar als die is vastgesteld in de gemeenteraad, dan begint het toch pas. Nou, ik denk dat we in de manier waarop we nu beleid maken, eigenlijk die gekte niet meer hebben. Dat we denken dat we beleid hebben als het is vastgesteld. Althans, als het papier is vastgesteld. Beleidsparticipatie is in die zin niet voorbehouden aan adviesraden of cliëntenorganisaties. Het is een combinatie van inbreng van adviesraden, van de ombudsfunctie, van mediators, ook van tevredenheidsonderzoeken, ervaringsonderzoeken. Beleidsparticipatie is ook een kwestie van zoveel mogelijk samen het gesprek aangaan. Samen leren beter te worden. Samen beleid maken in plaats van zaken tegen elkaar uitspelen via de rechter. En zo'n interactie levert ons twee dingen op. Ten eerste vergroot het leervermogen van gemeenten. En ten tweede, en dat is eigenlijk nog veel belangrijker, geven we zo het eigenaarschap weer terug aan de inwoner, de cliënt, de burger. En met dat laatste bedoel ik dat inwoners niet alleen het gevoel moeten hebben dat ze iets mogen zeggen. Nee, ze moeten het gevoel hebben dat ze erover gaan. Want ze gaan er namelijk over. En zo is het ook ooit veel concreter geweest. In de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw waren burgers ook eigenaar van scholen, van corporaties. Ze zaten in het bestuur. En sinds die tijd is de verzorgingsstaat groter geworden. Maar is ook het eigenaarschap en de invloed van huurders, van ouders, op onderwijs, op corporaties, is veel minder geworden. En als ouders nu invloed willen uitoefenen op het beleid van de school van hun kinderen, dan moet dat via allerlei ingewikkelde medezeggenschapsconstructies. Het schoolbestuur is niet meer van de ouders, maar van stichtingen. Die werken met cooptatie en huurders hebben geen invloed meer op die corporatie. Of ze moeten het in ingewikkelde medezeggenschapsstructuren doen. En zo lijkt alles zo langzamerhand een zaak van de overheid geworden en niet meer van mensen zelf. Dames en heren, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat het in alle discussies die we nu voeren over beleidsparticipatie helemaal niet moet gaan over participatie. We noemen het zo, maar het is eigenlijk de verkeerde boodschap. Het moet gaan over democratie en eigenaarschap. We moeten niet zeggen, dit is ons beleid, wat vindt u ervan? We moeten veel meer toe naar een mentaliteit waarin we zeggen, het is uw school, het is uw woonomgeving, het is uw leven, dus kom. Heb er invloed op. Werk met elkaar samen. Jullie zijn eigenaar. Vertel ons welk beleid we moeten voeren. Inwoners moeten zich eigenaar weer gaan voelen van het sociale wijkteam. Van de persoonsgerichte aanpak, van de eerste lijnzorg in de buurt. Want als je er van een afstandje naar kijkt, dan is het toch eigenlijk te idioot voor woorden dat we via landelijke sturing proberen om huisartsen zover te gaan krijgen dat ze samenwerken in de wijk. Zou het niet veel beter zijn als cliënten en patiënten daar gewoon invloed op uit kunnen oefenen en van een huisarts vragen om ook in de wijk verbonden te zijn? En zo geldt het ook voor sociale wijkteams. Die zouden in mijn ogen toe moeten naar een werkwijze waarbij ze bijvoorbeeld één keer in het jaar een soort 360 graden feedback houden met mensen in de wijk. Wat hebben jullie gemerkt van onze inzet? Hebben we het goed gedaan? Wat zou er anders moeten?
Het is doodzonde als je dit soort dingen alleen maar op het niveau van een gemeente doet. Laat staan dat je het op het niveau van een wet zou moeten doen. Dat moet je doen op de plekken waar professionals zitten die rechtstreeks contact hebben met inwoners in de wijk. Zo organiseer je een interactie in de wijk waar, als het goed is, meer checks en balances uit voortkomen. En zo laat je inwoners daadwerkelijk ervaren dat ze echt invloed hebben. Ik ga even een slokje doen hoor. Er zijn al hele mooie voorbeelden van inwoners die dat eigenaarschap hebben teruggepakt. Het dorp Austerlitz bijvoorbeeld in de gemeente Zeist. Inwoners van Austerlitz hebben een tijdje geleden een enquête gehouden onder alle inwoners met de vraag of ze in Austerlitz ook zouden willen worden. En dat wilde een groot deel van de bewoners inderdaad. Maar het aanbod van zorg en woningen sloot niet aan op die behoefte. En vervolgens zijn ze samen gaan nadenken, wat is er dan nodig? Zo ontstond de zorgcoöperatie Austerlitz. Nee, Austerlitz zorgt, die het mogelijk wil maken dat inwoners zo lang mogelijk in het dorp kunnen blijven wonen en kunnen blijven meedoen aan de samenleving. En als daar beperkingen in zijn, dan zorgt de coöperatie ervoor dat de juiste zorg wordt ingehuurd. De inwoners van Austerlitz hebben dat zelf in de hand, want ze zijn namelijk zelf eigenaar van die coöperatie. Het Brabantse Hoge Loon was een aantal jaar eerder het eerste dorp met een zorgcoöperatie. En dat leverde bijzondere vraagstukken op. Landelijke wetten en regels botsten soms met de huiselijkheid en het vertrouwen dat hoort bij langer thuis blijven wonen. En de mensgerichte integrale aanpak voor een zorg. De mensgerichte integrale aanpak. In Hoge Loon wonen bijvoorbeeld 5 demente ouderen bij elkaar in een huis. De dokter komt af en toe langs om te kijken hoe het met de bewoners gaat. En er is een heel netwerk om die bewoners heen. Tussen de middag haalt die dokter een visje. Maar dat mag hij eigenlijk niet. Want dat visje voldoet niet aan de norm. Dat visje dat zou wel eens door de inspecteur afgekeurd kunnen worden. En dan zou die huisarts daar wel eens problemen mee kunnen krijgen. In Hoge Loon hebben ze daarom besloten om niet meer met de bestaande zorginstellingen te werken. Ze hebben toestemming gekregen van de inspectie om eigen kwaliteitscriteria in te stellen. En dat doen ze met het inhuren van ZZP'ers. De inwoners van Austerlitz en Hoge Loon hebben dus de regie teruggepakt. Ze maken zelf de afwegingen in wat ze belangrijk vinden. En ze denken daarbij niet vanuit wetten, maar vanuit wat is er voor onze inwoners nou nodig om gelukkig te zijn, om mee te kunnen doen in de samenleving. En dat proberen we als gemeente ook meer en meer te doen. Ik had het net al over de code oranje. Dat lijkt hier helemaal niet over te gaan, maar die gaat er dus ook over hoe je je burgers weer betrekt bij de politieke beslissingen die je neemt. En hen eigenaar maakt, opnieuw eigenaar maakt, wat ze natuurlijk eigenlijk zijn, van de besluiten die er worden genomen. Minder denken in termen van WMO, maar meer denken in mensen. Als in een gemeente bijvoorbeeld het aantal ouderen toeneemt en de woningvoorraad past daar niet bij, dan moet je niet alleen de zorg goed organiseren, maar dan moet je ook afspraken gaan maken met de corporaties. En je moet ook oog hebben voor eenzaamheid. Dingen doen waardoor ouderen betrokken blijven bij de samenleving. De vraag hoe we ervoor kunnen zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, gaat over al die dingen. En niet alleen over de uitvoering van de WMO. De informatie die we uit de samenleving nodig hebben om goed beleid te kunnen maken, gaat dus ook over al die dingen. En dat moeten we samen in beeld krijgen. Vooral door te leren van individuele ervaringen. Ik zie het als een verantwoordelijkheid van gemeenten. Als een lokale systeemverantwoordelijkheid zou je kunnen zeggen dat we de ervaringen van alle inwoners en de kennis die wetenschap en de praktijk ons bieden optimaal benutten. Het is onze verantwoordelijkheid dat het systeem van checks en balances dan goed functioneert. Voor alle mensen in onze gemeente. De infrastructuur om dat te doen voor die onderste 80%, die is behoorlijk op orde. Maar we moeten ook op zoek naar de verhalen en ervaringen van de mensen in de top van die piramide. Ik daag ook u uit om daar ook naar op zoek te gaan. Kijk wat er in wijken gebeurt, maar kijk wat er echt gebeurt. En deel het met ons. Deel het met gemeenteraden, met politieke partijen. Want juist door de interactie ontstaan waardevolle ideeën. In het sociaal domein moeten we continu reflecteren. En in de woorden van Hannah Arendt, nadenken over wat we aan het doen zijn. Laten we die handschoen gezamenlijk oppakken. En laten we in de komende tijd proberen manieren te vinden om inwoners, burgers, cliënten
weer het gevoel te geven dat zij eigenaar zijn van zorg en ondersteuning in hun eigen gemeente. Laten we samen zorgen dat niet het systeem, maar de mens centraal staat. En dat we echt maatwerk kunnen leveren. Dank u wel. Waar we straks over gaan discussiëren. Maar ik wil eerst mevrouw van Leeuwen de kans geven. Ik zal de microfoon pas wat dichterbij zetten. Om te reageren. U heeft dat al zorgvuldig voorbereid, dat zijn we gewend van u. Ik zie hier krantenknipsels uit Trouw, uit de Volkskrant. Ik zie zelfs een BMO magazine liggen, dus dat komt helemaal goed volgens mij. Ja? Zet hem op. Nou, het is ontzettend moeilijk, dames en heren. Om op het betoog van Jan Tien een kritische reactie te geven. Toch zal ik het proberen. Ja, dat is nou eenmaal mijn opdracht. En in een overigens voortreffelijk betoog toont Jan Tine Kiers, hoofdvoorzitter van de directieraad van de VNG, met wie ik, ze herinneren er zelf ook al aan, jarenlang heb samengewerkt toen ik nog voorzitter was van de taakgroep Handicap en Lokale Samenleving. Maar zij toont zich in haar betoog nog steeds een ware gelovige van de huidige koers van het kabinet. Bovendien geeft zij er blijk van de werkvloer goed te kennen. Het beeld dat zij schetst is een samenleving waar individuele mensen zich met elkaar verbinden. En waar iedere mens zich nog steeds kan verbeteren. En zij onderbouwt dat met een analyse van de visie van Hannah Arendt. Elke dag weer werken gemeenten en sociale wijkteams samen met cliënten aan het verbeteren van de persoonlijke aanpak. Weliswaar erkent mevrouw Kiers dat deze transformatie nog steeds niet is voltooid. En dat de gemeenten te veel aandacht geven aan de 5% van de bevolking die meerdere vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben ten koste van de overige 95% van de burgers. Zij schrijft dit echter uitsluitend toe aan het in het verleden al te veel denken vanuit systemen in plaats vanuit maatwerk, vanuit mensen. En dat nu moet veranderen. In feite ben ik het goed deels met haar eens. De koers van het kabinet is een juiste. Het gaat echter met name voor de kwetsbare ouderen in een veel te snel tempo. Nergens, ook in haar betoog, een woord van uitgesproken kritiek die dit ook aangeeft. En dat nu irriteert. En dat draagt ook bij aan de winst voor de PVV en de oudere partij. Die partijen blijven maar groeien immers. Natuurlijk, er zijn wel enkele goede voorbeelden te geven. En het is terecht dat dit ook gebeurt. Maar waarom in hoge loon niet meer samengewerkt met de bestaande zorginstellingen? Was een aanpak van de bureaucratische regeltjes niet veel beter geweest, dan hadden alle gemeenten hiervan kunnen profiteren. Vorig jaar, bij de vierde Hannie van Leeuwen lezing, onderkende Kim Putters, de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, wel terdege de aanwezige problemen. Ik citeer hem met de navolgende passage. Bij een slechte gezondheid en een laag inkomen heb je heel andere behoeften en beperkingen. Als je met een scherpe geest tegen zoveel beperkingen aanloopt, dan neemt je levensvreugde snel af. Beperkt raken is niet leuk. We moeten alles op alles zetten om dan de kwaliteit
van het dagelijks leven voor ogen te houden. Het ommetje, de koffie, de familie, het museum. En natuurlijk kan het ook andersom, dat je geestelijk beperkt raakt. Het is ook voor mensen met beperkingen bijna ondoenlijk geworden om het openbaar vervoer nog te begrijpen, de boodschappen te halen en te weten hoe het gemeenteloket werkt. Ik woon nu ook in Rotterdam en ik ervaar dagelijks aan de lijve hoe zwaar het voor kwetsbare ouderen is om ook in Rotterdam, waar de wethouder overigens een prima beleid voert, zich staande te houden. Het pleidooi van Kim Putters, en dat is ook het pleidooi van Jan Tien, om de discussie niet alleen over de medische zorg te laten gaan, was mij dan ook uit het hart gegrepen. Het Nationaal Programma Ouderenzorg, waar ik nog steeds in zit als ervaringsdeskundige, doet niet anders dan beklemtonen dat wonen, zorg en welzijn onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En de WMO-raden hebben dat ook deksels goed begrepen en opgepakt met de transformatie naar de koepel adviesraden sociaal domein, die volop bereid is om samen te werken met andere adviesraden. Niettemin is de VNG erdoor het CPB, het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel Planbureau in een gezamenlijk onderzoek getiteld Keuzeruimte in de langdurige zorg, op verzoek van het ministerie van VWS uitgevoerd, gewaarschuwd dat de hervormingen en daarmee de gepaardgaande keuzes eerst moesten zijn uitgekristalliseerd. Onbedoelde effecten kunnen immers optreden. Gemeenten hebben namelijk binnen de wettelijke grenzen van de nieuwe WMO, die 1 januari 2015 is ingegaan, relatief veel ruimte gekregen. En die vullen ze in, onder meer via de indicatiestelling, het heffen van eigen bijdrage, alsmede de zorginkoop. Gemeenten hebben een financiële prikkel om de WMO-middelen doelmatig te besteden, omdat zij de tekorten op het WMO-budget moeten aanvullen, terwijl ze de overschotten vrij mogen besteden. Terecht stellen beide adviescolleges ook dat de prikkel tot zuinige zorg geen garantie is voor gewenste uitkomsten. En helaas zie ik dat bij het merendeel van de gemeente. Zorgen zijn er ook over het afwentelgedrag van de gemeente en zorgverzekeraars. Zij hebben beide een financieel belang bij afwenteling van de zorg naar een ander domein. Gemeenten zullen er bij WMO-cliënten met een zware zorgbehoefte op aandringen een WLZ-indicatie aan te vragen. Zorgverzekeraars kunnen zorgaanbieders prikkelen om zuinig om te gaan met zorg via onder meer het maximeren van de budgetten. Zorgaanbieders kunnen dan hun dure cliënten adviseren een WLZ-indicatie aan te vragen of nieuwe cliënten naar een andere zorgverzekering, een zorgaanbieder, door te sturen. Het risico op een niet optimale verdeling van de zorg is daarom, naar mijn overtuiging, reëel.
Natuurlijk kan goede samenwerking en afstemming tussen zorgpartijen het risico op afwentelgedrag verminderen en een doelmatige inrichting van de zorg bevorderen. In hoeverre dat nu gelukt is, geeft mevrouw Kriens echter niet aan. En zo kom ik automatisch bij de transitiecommissie Sociaal Domein, in de wandeling TSD genoemd. Een door het kabinet en de gemeenten ingestelde commissie om een vinger aan de pols te houden bij de decentralisaties in het sociale domein. En dat 2 jaar lang. In de rapportage van 25 februari 2016 hebben Noten, en zijn medeleden, Noten is de voorzitter van die commissie, een veel realistischer beeld geschetst. Mogelijk maken wat nodig is, vraagt om een brede blik op het sociale domein, vanuit het perspectief van de vragen van mensen en de maatschappelijke opgaven. En de TSD ervaart dat op dit moment onvoldoende, dat die integrale gedachte echt wordt gevoeld en gestalte krijgt. Eerder heeft de TSD weliswaar aangegeven dat tijd en vertrouwen nodig zijn, maar ze zien nu onvoldoende voortgang. De boodschap van de 4e rapportage is dan ook: er is 1 sociaal domein. Handel daarnaar, gemeente. En op verzoek van de TSD heeft een kleine selecte groep vanuit hun expertise de vraagstukken van diversiteit en bureaucratie, van samenwerking en democratie, van verantwoording en maatschappelijke opbrengsten op een vrije manier verkend. In een prachtige essaybundel kunnen wij hiervan meegenieten. Maar dat niet alleen. Ik heb er ook veel van opgestoken. Al te gemakkelijk heb ook ik erken die schuld, in het verleden aanvaard dat decentralisatie ook mogelijk zou zijn met behoud van gelijkheid. Herman van Gunsteren, een van die schrijvers, heeft mij echter op uiterst pijnlijke wijze van die valse droom afgeholpen. Evenals de voorzitter van TSD wil ik hem graag uitvoerig citeren. Decentralisaties naar gemeente en maatwerk binnen gemeente zullen resulteren in meer diversiteit, in meer verschil. We kunnen dit gegeven van meer diversiteit betreuren, omdat het de gelijkheid tussen burgers schendt. We kunnen het ook prijzen, omdat het de bureaucratie een menselijk gezicht geeft. Of eenvoudig, omdat diversiteit mooi is. Het is vooral professor Meurs die mij aan het denken heeft gezet met haar beschrijving vanuit het perspectief van een patiënt met niet aangeboren hersenletsel. Het is juist, mensen en hun behoeften verschillen. En gemeenten maken elk hun eigen keuzes. Dus de interventies verschillen ook. Onze bureaucratie is ingericht op gelijkheid en vergelijken kan niet meer. Professor Meurs constateert: als maatwerk de beleidstaal is, dan is willekeur de praktijk. Willekeur betekent verschil maken en daar ook achter staan. En willekeur betekent niet lukraak maar wat doen. Democratie is uiteindelijk nodig om een normatieve uitspraak te doen over welke verschillen niet aanvaardbaar zijn. De TSD stelt dan dat we ons minder zouden moeten laten leiden door systeemwaarden
zoals efficiëntie en maakbaarheid, maar ruimte moeten geven aan menselijke waarden, aan de dialoog en morele verantwoordelijkheden. Ik ben niet alleen benieuwd naar de kabinetsreactie, maar evenzeer naar de reactie van Jantine Kiers. Dit te meer omdat, en ik had het niet anders verwacht, in het laatste WMO-magazine het keukentafelgesprek onder vuur ligt. Hoe denkt Jantine over de suggestie van professor Meurs het keukentafelgesprek te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige en niet meer door gemeenteambtenaren? Deelt zij de mening dat in feite de keukentafelgesprekken zijn mislukt en dat de gemeente in overwegende mate de ondervraagde het keukentafelgesprek alleen laten voeren? Hoe komen we dan tot transparant maatwerk, is toch zeker een vraag die zich ook Jantine zal hebben gesteld. Ik vond vooral de bijdrage van professor Engels, hoogleraar staatsrecht en decentraal bestuur, zeer verhelderend. Met voor mij, evenals voor hem, de kernvraag: wie heeft er nou een goede oplossing om afgehaakte, boze mensen en zich uit maatschappelijk onvrede afzijdig houdende burgers weer bij de publieke zaak te betrekken? Gelukkig wijst professor Engels de congruente samenwerkingsverbanden van gemeenten van de hand. Hij kiest voor robuuste, volwaardige en zelfstandige gemeenten. Doet Jantine dat ook? Het zou goed zijn de discussie te voeren over de slotopmerking van professor Engels. Deze: waar het ook in het licht van de decentralisaties op aankomt, is dat de raad als hoofd van het gemeentebestuur, als eindverantwoordelijke in de besluitvorming en als houder van het politieke primaat, het meeregeren weet los te laten, zich doorontwikkelt in de focus op sturing op hoofdlijnen, zich in de controle maximaal laat bijstaan door rekenkamer, accountant en extern onderzoek. En als volksvertegenwoordiging meer in samenspraak met de burgers de politieke agenda bepaalt. Mijn slotvraag aan Jantine Kiers is dan ook wat zij als een innovatie ziet die een daadwerkelijke participatieve lokale democratie teweeg kan brengen. Ik kom hierbij nog eenmaal terug op wat ik beschouw als de kern van haar betoog. Zij geeft dan aan dat de drie lagen van de door haar geschetste piramide heel verschillend zijn en dat de hulp en ondersteuning die zij krijgen toch gebaseerd zijn op dezelfde wetten. Niet alleen de gemeente, maar ook de adviesraden moeten voor elk van deze lagen heel verschillend omgaan met inspraak en advies. Ze vraagt zich af of deze adviesraden dit wel kunnen, zich verplaatsen in de behoeften van de werkelijk kwetsbare ouderen. Het is dezelfde vraag als ik mij in de tijd heb gesteld toen het ging om de vertegenwoordiging van de kwetsbare ouderen binnen het NPO. Jantine constateert dan dat de grote verschillen tussen de groepen in de piramide betekenen dat er zowel van de gemeente als aan de kant van de adviesraden wat moet veranderen rond beleidsparticipatie. Maar wat dan precies? Jantine waagt zich daar niet aan. Zoals ik mij hieraan destijds ook niet heb gewaagd. Wel heb ik binnen de stuurgroep mede voor gezorgd dat zoveel mogelijk ouderen binnen de panels van het NPO werden bijgeschoold. En dat is aardig gelukt. En verder moet luisteren
naar de levensverhalen van de kwetsbare ouderen centraal staan. En geen academische verhalen houden die kwetsbare ouderen alleen maar irriteren en onzeker maken. Wat dat betreft bevreemdt het me dat Jantine Kiers geen enkel woord wijdt aan de invloed van de moderne hulpmiddelen, aan de digitale samenleving. Dank u wel. Ik heb zelden in zaal zo ademloos zien luisteren. Ja. Mooi, hè? Opletten geblazen. Sorry? Het was opletten geblazen. Ja, het was opletten geblazen. En ook al werd u dan aangesproken als mevrouw Kiers, en heet u eigenlijk mevrouw Kriens, mijn foutje, maar dat is u vergeten. U voelt zich wel aangesproken, denk ik. Misschien dat u nog heel even hier op het podium komen. Ja, dat heb ik verkeerd gezegd. Ja. Ja. We hadden eerst de lezing van Jantine Kriens, toen hadden we de lezing van Annie van Leeuwen. En nu krijg ik nog even een reactie van u. Mag ik u gewoon het woord geven of zal ik even... Nee, dat is goed. Ja? Ik heb het niet zitten noteren, dus ik ga uit mijn hoofd nu reageren. Mevrouw van Leeuwen zegt een heleboel behartenswaardige dingen. Het eerste waar ik op zou willen reageren is dat ze zegt... Je gaat niet in op het feit dat er ook een bezuiniging is en dat een bezuiniging eigenlijk niet een juiste prikkel is om ervoor te zorgen dat je kwaliteit levert. Wat je in gemeente ziet echter, in mijn ogen, is dat er een hele mooie zelfcorrigerende beweging op gang komt als je niet meer in één parlement, maar in 390 gemeenteraden die discussie moet voeren. Ik noem als voorbeeld Almere. De voormalig burgemeester van Almere die zit hier. 2 weken geleden ontstond er een storm over het feit dat Almere zou stoppen met jeugdbeleid omdat er geen budget meer was. Ik bel dan een wethouder op en ik zeg, joh, hoe zit dat nou eigenlijk? Toen zegt hij van, nou, dat is helemaal niet waar dat we stoppen. We hebben voor volgend jaar, heb ik al de bereidheid van de gemeenteraad om er 5 miljoen meer in te stoppen. Ik heb alleen nu een paar werkafspraken met instellingen gemaakt. En het werd nog sterker, want zijn gemeenteraad ging hem ter verantwoording roepen. En zijn gemeenteraad die zei, we gaan dat geld ook nog naar voren halen. Want het kan niet zo zijn dat kwetsbare jongeren bij ons in Almere in de kou staan. Mevrouw Jansma zit te knikken, dus volgens mij is dit de juiste weergave van hoe het gegaan is. Ja. Nou, ze is oud-burgemeester, hè, dus ze moet het ook uit de krant hebben tegenwoordig. Ja. Maar het is een zelfcorrigerend mechanisme dat je nu in 390 gemeenteraden gaat, ziet. Dat gaat zelfs sneller dan ik had gedacht. Je ziet dat er weliswaar overschotten zijn, maar dat voor zover ons onderzoek nu strekt, in geen enkele gemeente van Nederland de overschotten die ze hebben opgebouwd aan lantaarnpalen worden uitgegeven. Overal leidt het ertoe dat er in vernieuwing van de zorg wordt gegaan. Ik zeg eerlijk gezegd wel eens dat mijn grootste zorg de komende 10 jaar niet is dat gemeenten te weinig geld aan zorg en ondersteuning zullen geven, maar mijn grootste zorg is dat die zorg en ondersteuning belangrijker zal zijn dan hoe die de pleinen en de straten en de fysieke infrastructuur eruit. En dat we strakjes dus het probleem hebben dat de bruggen niet meer onderhouden zijn. Nou, dat is een beetje wat ik nu zie gebeuren in 390 gemeenteraden. En we kunnen dat ook onderbouwen met de manier waarop de begrotingen van gemeenten op dit moment in elkaar zitten en hoe ze bezig zijn voor volgend jaar. Dus de tegenkracht is het... Geldt het ook voor de grote steden? Ja, dat geldt ook voor de grote steden, ja. Gemeente Rotterdam, de gemeente Amsterdam en de gemeente Den Haag, Utrecht weet ik het eigenlijk niet, maar die steken allemaal ruim meer in zorg en ondersteuning dan dat ze van het Rijk hebben gekregen. Mag ik nog een ander punt naar voren halen? Mevrouw van Leeuwen wierp ook de vraag op, wat moet er veranderen aan beleidsparticipatie? Dat is een van de vragen die u stelt, hè? Volgens mij op de laatste pagina. Ja. Want u wil daar een meer concreet voorbeeld volgens mij, of een concrete innovatie. Zeg ik dat goed? Ja. Ja, wat ik in mijn betoog vooral ook heb proberen neer te zetten, is dat dat altijd een mix is. En dat we dus in mijn ogen wat losser om moeten gaan met het hele institutionele, van als er nou maar raden zijn. Het is een gemeenteraad die goede instrumenten heeft om de verbinding met de bevolking te maken.
die beweging Code Oranje, die zoveel reactie heeft opgeleverd deze dagen, die zegt bijvoorbeeld, maak het mogelijk dat een gemeenteraadslid ook per onderwerp in de gemeenteraad burgerraadsleden erbij zou kunnen halen. Dat je een ander type gesprek hebt, dat je ook gewoon mensen zelf namens jou als raadslid in de raad. Nou, ik weet niet of dat het gaat worden, maar dat is een manier. Ik vind dat wat een aantal ombudsmannen doen in Nederland, vind ik een hele mooie manier waarop je ook de reflectie organiseert, het leervermogen organiseert. Maar ook, en daar is de nieuwe technologie, want daar had ik een betoog op zichzelf over kunnen halen, want ik denk inderdaad dat dat de grote beweging op gaat leveren. Nieuwe technologie is per definitie maatwerk mogelijkmakend, omdat nieuwe technologie. Nou ja, als je nu naar... En denkt u dat de werkelijk kwetsbare ouderen zoals ik van 90 jaar daar nog meer te voeten? Nee, ik denk dat omdat die gemeente, en dat is mijn redenering en mijn betoog, omdat die gemeente met behulp van nieuwe technologie voor 90% van de mensen het kan versimpelen en daar dus minder tijd in hoeft te steken, het voor, ja, die, ja. Voor die resterende. Bijvoorbeeld de gemeente Molenwaard, die heeft zijn paspoortenverstrekking inmiddels zo georganiseerd. Dat kan je allemaal via de website kan je het regelen en zo. En die komen gewoon thuis paspoort brengen. Gemeente Lingewaard, die heeft zelfs niet meer een stadhuis. Of Molenwaard heeft zelfs niet meer een stadhuis. Je kunt als burger kun je thuis je diensten krijgen die je nodig hebt van de gemeente. Dus die technologie maakt het mogelijk om veel betere dienstverlening te doen voor die mensen die het kunnen gebruiken. En daarmee komt ruimte om veel meer maatwerk tot en met thuiskomen te leveren voor diegenen die kwetsbaar zijn. En nou, die arts die zijn visje niet meer mag halen, bent u het nou niet met me eens dat je veel beter met de bestaande zorginstellingen wel had moeten samenwerken en had moeten zorgen dat de bureaucratie werd afgeschaft? Nou, ik vind dat dat een van de dingen is die wij moeten doen om te vertalen. Ik vind dat hoge loon gewoon met die ZZP'ers moet werken, want het duurt een tijd voordat die regels zijn afgeschaft. Ja. En daar hebben ze geen tijd voor. Dus die moeten het gewoon op die manier doen, maar ik vind wel dat wij ook als vereniging van alle gemeenten dit soort vertaalslagen moeten gaan maken, opdat we in het overleg met het kabinet gaan zeggen, en nu moet je dit en dit en dit. Want er is een beetje het gevoel dat nu de decentralisaties voorbij zijn, is klaar. Nee, want er komt nu in de nou, dit type wetgeving, maar ook schuldhulpverlening wetgeving, er komt van alles achterweg aan aanpalende wetgeving, die ook veranderd zal moeten worden, wil je echt maatwerk. De woningbouwcorporaties, wil je echt maatwerk leveren. En ik vind het een van onze verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat we dat ook goed in onze eigen belangenbehartiging naar het kabinet neerzetten. En naar een volgend kabinet. Ja. Kunnen we nog één andere ding uitpikken uit wat mevrouw van Leeuwen zei, namelijk het keukentafelgesprek. Ja. Wat vindt u dan als suggestie, als VND, want zo spreek ik u even aan, als we dat keukentafelgesprek worden laten uitvoeren door onafhankelijke deskundigen. Dus niet iemand van de gemeente, maar iemand die echt onafhankelijk is. Dat heeft professor Beurs voorgesteld, hè? Ja. Ja, kijk, het probleem bij die keukentafelgesprekken, die waren eigenlijk bedoeld als een metafoor. Een keukentafelgesprek was niet een methodiek, maar een keukentafelgesprek was een metafoor om te zeggen, hoe ga je nou vanuit die systeemwereld van die gemeente de verbinding maken met die burger, met de leefwereld van die burger, en hoe kan je er dan voor zorgen dat je daar dichterbij komt? Niet het aanvinken van lijstjes. En niet het aanvinken van lijstjes. En dat vind ik dus het echte probleem, dat die metafoor, dat die verworden is tot een methodiek. En daar moeten we vanaf. Maar dat is in ambtenaarwereld is dat erg moeilijk te discussiëren. Wacht even, we gaan hem even opnieuw. Misschien houden we even de microfoon bij, want er zitten ook mensen thuis mee te kijken, die kunnen het anders niet verstaan. Nog een keer. Het is in de ambtenarenland is dat in niet uit te drukken, dat krijgen zij niet voor elkaar, want het is hun leefwereld niet. Je moet daar deskundigen, zoals mevrouw Hanny van Leeuwen zegt, je moet daar andere deskundigen bij zetten die daarvoor hebben doorgeleerd, die maatschappelijk zijn onderbouwd. Want je kunt, dat wordt in mijn gemeente waar ik ben, die willen het niet eens. Waar is dat? Dat is Smallingeland. Ja. Hebben wij vreselijk veel moeite om die keukentafelgesprekken daar een cliëntenondersteuner bij te krijgen, want de topambtenaren willen het per mori niet. Maar dat staat er in de wet? Ja, maar ze proberen er constant overal. We kunnen er folders op tafel leggen en al die dingen meer.
Maar nou, dan het zou ik gebeurt maar niet zoals wij, als wij wat willen. Dan zou ik maar snel naar de gemeenteraad gaan, als u al niet naar de wethouder bent. En los van het ene voorbeeld, het spannende land waar het niet gaat zoals het zou moeten of kunnen. Die onafhankelijke deskundige, even terug naar de vraag. Wat vindt u daarvan? Nee, maar die cliënten ondersteunen, die hoort er natuurlijk gewoon bij. Dat staat in de wet, dat hebben we zo geregeld, dat moet ook gebeuren. Ik zeg niet dat een ambtenaar per definitie niet kan, want dat vind ik echt onzin. Ambtenaren zijn net zo goed schoolbaar, opleidbaar en dienstbaar, niet te vergeten, aan dat wat burgers nodig hebben. Ik ken GGD-medewerkers die als geen ander in staat zijn om met die ingewikkelde 5% waar ik het over had te werken. Daar mogen we trots op zijn als gemeente. Dus niet wie het doet, ambtenaren of niet, is relevant. Maar het feit dat de keukentafel een methodiek is geworden, die een afvinklijstje is geworden, dat is verkeerd. En daar moeten we voor zorgen dat we daarin innoveren. We hebben een vraag uit de zaal. Vertel even wie je bent en stel uw vraag. Tom Bakker, adviesraad sociaal domein Krimpen aan de IJssel. En wij hebben ons er zeer in verdiept. En wij maken in onze gemeente gebruik van mee, u wel bekend. We hebben daar net een groot onderzoek naar gedaan en het blijkt dat het voortreffelijk werkt. Want je zet er gewoon een onafhankelijke deskundige bij. Wordt betaald door de gemeente, alleen je moet vaak heel veel overtuigingskracht gebruiken bij de cliënt of bij de patiënt om die meemedewerker binnen te krijgen. Want die, ja, dat is weer een vreemde. En die moet dus goed uitleggen dat die inderdaad onafhankelijk zijn. En als dat eenmaal aan de orde is, dan werkt het voortreffelijk, is onze ervaring. Juist. Dank u wel voor deze bijdrage. Even een vraag die in mij opkwam toen ik naar uw lezing luisterde. Dat gaat met name over de rol van de adviesraad. Daar hebben we het vandaag ook voor een belangrijk deel over. U pleit er eigenlijk voor om hier een persoonlijk gesprek te gaan voeren. Dus de cliëntenraad, of althans de adviesraad, die moet er eigenlijk op uit, zou je kunnen zeggen. Ziet u daar wel al voorbeelden van dat dat goed gaat? Ga ik daar ook even de zaal vragen? Want u wekt de indruk dat dat iets is wat nog niet voldoende gebeurt, hè, om die moeilijk bereikbare doelgroep te bereiken. Zijn er wel voorbeelden waarvan u zegt, daar gaat het goed? Nou, qua gemeenten zou ik dat niet zo durven zeggen hoor, van daar gaat het goed. Ik denk wel dat er in methodische zin weer door verschillende raden, ook door huurdersraden, interessante nieuwe manieren van werken. En daar zal ook daar weer zal die technologie ons heel erg gaan helpen, omdat het ons heel snel in staat maken om ervoor te zorgen dat je de informatie van mensen zelf snel op tafel hebt. Ja. Maar het gaat me vooral om, denk niet dat het via vergaderingen en stukken gaat. Want dat is gewoon niet zo. Dus dat is niet op de ouderwetse manier, zal ik maar zeggen. Ja. Een van die mensen, Mark, stel een vraag. Ik ben Nicole Bakker. Ik werk bij de VNG. En ik ben tevens voorzitter van de ASD in Brielen. En wij gaan ambulanten. Onze eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats dus in een verzorgingscentrum met aanleunwoningen. Waar dus iedereen is uitgenodigd, ook mensen die gewoon in Brielen wonen kunnen komen. Daarin gaan we stichting mee presenteren, mede om een van de problemen van joh, die mensen zijn er echt om je te helpen. En we zijn dus ook bezig met jonge mantelzorgers, omdat die toch een beetje echt onzichtbare groep zijn. En die proberen we te bereiken op scholen, gewoon om anoniem informatie te geven, kijk wat je ermee doet, maar weet, je kan iemand benaderen hiervoor, zodat je geholpen wordt. En die jonge mantelzorgers komen weer op het spoor door zeg maar daar leuke activiteiten voor te organiseren. Yes, dat is een voorbeeld. Hele mooie voorbeeld. Sorry. Mijn naam is José de Boer, ik ben voorzitter van de nu nog WMO-raad, maar straks ASD Meijerijstad in Veghel, dat is het gebied in Brabant. Ik wou nog even terugkomen op wat u net zei over die gedienstigheid, zeg maar de houding van wat we dan nu noemen de WMO-consulenten. In mijn ogen ontbreekt het heel veel aan deze ambtenaren dat ze zeggen, wij zijn er voor u, wat kunnen wij voor u betekenen? Ze gaan te veel uit van kijken van dat lijstje, wat is er nodig? Ze proberen toch een beetje een zuinig beleid te houden. En ik zou zo heel graag willen zien dat ze zeggen van, wij hebben er plezier aan, we hebben de lol aan om u
naar uw situatie te kijken. En natuurlijk de kwetsbare ouder met heel vaak hun cognitieve problemen, ja, want die komen toch om een hoek kijken, zijn daar dus super kwetsbaar in. En we zijn ook heel erg blij, want ik ben ook voorzitter van de Alzheimer afdeling, dat nu het programma Dementievriendelijke Gemeenschap loopt, die beweging. Want die hebben wij juist ook heel hard nodig voor die grote groepen die nu straks, de babyboomers die op ons afkomen. Dat wou ik even. Ja, heel goed, dank u wel. Misschien mag ik daar iets in reactie ook op zeggen. We moeten ons natuurlijk ook heel goed realiseren in mijn ogen dat de transformatie, daarmee bedoelen we niet alleen maar dat er in de samenleving dingen veranderen, of dat er in de zorg of in de ondersteuning dingen veranderen, maar ook bij gemeenten. Ook bij gemeenten is er heel veel aan het veranderen. Omdat ook gemeenten zien, je moet je verbinden aan je burgers. En je moet niet zeggen van ik als wethouder wil dit. Een wethouder die dat zegt in deze tijd, die is niet meer in staat om zijn resultaten te halen. Maar een wethouder die zegt, wat is de opgave waar we hier in deze gemeente voor staan? En met wie kunnen we dat samen doen? Die redt het wel. En dat geldt ook voor ambtenaren. En het plezier hebben in dat gesprek, dat zie ik op steeds meer plekken. Maar dat is nog niet op alle plekken. Wat je wil hoort deze dagen is dat de transitie erop zit, soort van, en dat er nu tijd is voor de transformatie. Ja. U wilt ook iets vragen? Ja, ik ben Hendrik van Schijnen van de gemeente Boekel. Ligt ook in Brabant, we hebben dicht bij Veghel. En ik ben heel verheugd om te horen dat er steeds meer ombudsmannen aan het werk gaan. Daar ben ik 10 jaar geleden, heb ik me er zelf zo hard voor gemaakt dat er die moesten komen. En gelukkig komen er nou steeds meer. Die zijn onontbeerlijk, dat ben ik helemaal met u eens. Maar dan gaat het over samenwerking en samenwerking breder is keihard nodig. Maar nu vraag ik om de samenwerking naar boven toe. Ik spreek heel veel mensen die graag geld willen halen uit hun stenen om in te kunnen kopen voor de zorg. En nou heb ik zelf het idee opgepakt, ik laat een hypotheekadviseur komen wat er mogelijk is. Die heeft voor mij een hypotheek voorgerekend van ik ben 70 jaar, dat ik tegen een rente van 1,9% een deel uit mijn woning te gelde kan maken. Daar komen kosten overheen, weliswaar €5.500 betekent dat, op €50.000 als ik er dat uit zou halen. Dat vind ik te veel. Nou is de gemeente Best, ook een van de gemeentes die u moet kennen, die is zelf ook aan het kijken van hoe kunnen we mensen die deze initiatieven nemen, hoe kunnen we die ondersteunen? Want het is heel vaak dat mensen die hebben wel een pensioen en zeg maar AOW, maar net te veel om nog zorg vergoed te krijgen. Dus die moeten ze zelf betalen. En als ik wel een vraag hierbij hoort. Nou, de vraag hoort er bij mij bij, ook voor de landelijke overheid en van de gemeente van, hoe kunnen we die mensen ondersteunen, ook via de banken, dat we die kosten die op die lening zitten zo laag mogelijk krijgen, dat het voor mensen makkelijk wordt om te gebruiken. Juist. Ja, dit wordt een van de innovaties voor de komende periode. Daar ben ik van overtuigd. Ik zit met enige regelmaat aan een zogenaamde innovatietafel met de grote pensioenverzekeraars, verzekeraars, de corporaties. En dan zie je dat we aan het puzzelen zijn, en banken overigens, dat we echt aan het puzzelen zijn met hoe kan je nou dat rare onevenwichtige wat je hebt dat je heel lang spaart en dat je aan het eind van je leven je geld eigenlijk helemaal niet loskrijgt. En dat je daardoor heel veel dingen makkelijker zou kunnen maken. En daar is ons systeem nu totaal niet op ingericht. Maar daarvoor heb je al die partners nodig. Ik zeg, dit is geen concreet antwoord. Want ik kan niet zomaar zeggen van dit gaat dit of dat gebeuren. Maar het is wel een heel belangrijk iets voor eigenlijk de vrij korte termijn. Want voor de babyboomers die er nu aankomen zal dat een hele belangrijke zijn. Absoluut. Ik vond het ook mooi dat u zo concreet was met uw eigen voorbeeld. Inclusief alle vragen die erbij horen. Ja. Maak het wel duidelijk. Ja, een vraag uit Venlo, volgens mij. Ja, zeker Venlo. Lisbeth Bergmans is mijn naam, uit Venlo. En de rest kunt u vinden in het WMO-magazine. En mijn vraag is, ik wil even terug naar die onafhankelijke cliëntenondersteuning. Die wordt in Venlo door de gemeente geactiveerd. Opdat de praktijk leert dat als je het keukentafelgesprek alleen hebt, dat dat vaak de helft verloren gaat. Omdat niet iedereen alles op hetzelfde moment hoort. Maar verder loop ik wel aan tegen het feit dat er zijn heel veel burgerinitiatieven die heel goed zijn. En vervolgens ga je naar de gemeente en dan loop je vast in het bestaande systeem. Ik dacht dat de WMO was loslaten en budget te geven aan de huizen van de wijk, aan de burgers zelf. Maar dat gaat
gaat niet zo soepel als dat ik zou willen in ieder geval. Maar daar zit het punt waar ik het, wat ik heb geprobeerd te zeggen in, het is ook een verandering van de politiek, van de democratie. En dat zal niet van achter, op een achternamiddag gaan. En dat betekent dus ook dat we met elkaar moeten leren, dat ook WMO-raden moeten leren, dat het ook over politiek gaat. Dat het dus echt gaat om hoe je de politieke discussie in die gemeenteraden weet te beïnvloeden. Dat het gaat over hoe gaat die begroting eruit zien. Pak de begroting van de gemeente. Kijk naar de voorbereiding van het begrotingsdebat. En zorg ervoor dat je die gemeenteraadsleden daar helpt om daar de goede discussie over te hebben. En als ik één waarschuwing zou willen geven, dan is dat wat ik heel vaak merk in het land van WMO-raden. Maar überhaupt ook wel van zorginstellingen. Dat is dat ze de neiging hebben om het heil te verwachten van de ambtenaren. En dan misschien van het college. Nou, op de korte termijn heb je dan misschien wat aan het college. Maar de echte verandering, die zit hem in gemeenteraden. Die zit hem in een politieke discussie waarbij je tegen dat college voor de komende 4 jaar kunt zeggen, wat we moeten gaan doen, is dat we budgetten per wijk maken. En dat we daar goede afspraken over maken. Dat we anders omgaan met de middelen die we hier hebben. Dat is een politiek debat. En dat zult u ook politiek moeten voeren. En dan misschien niet meer partijpolitiek, maar wel politiek. Dus zorg als adviesraad dat je de gemeenteraad voor je karretje spant. Ik noem het maar even zo. Nee, gewoon er invloed op uitoefenen. Die gemeenteraad is van jou. En die gemeenteraad moet dus het debat voeren dat die burgers belangrijk vinden. Partnerschappen. Ik had nog even een. Ja, of ga in de gemeenteraad. Ik bedoel, daar roep ik ook heel vaak mensen toe op. Van als je nou één manier hebt de komende periode om ervoor te zorgen dat je invloed uitoefent, dan is dat ga in die gemeenteraden zitten. En ik zeg echt van, het wordt nog wel eens gezien als iets heel saais, maar het is waanzinnig leuk om in een gemeenteraad van je eigen gemeente invloed uit te kunnen oefenen op de dingen die je belangrijk vindt. Arie van Leeuwen zit te knikken, die is het daar helemaal mee eens volgens mij. Ja, ja? Ik ben het daar volstrekt mee eens. Ik ben 20 jaar gemeenteraadslid geweest en ik heb het de mooiste periode gevonden, want je zit het dichtst bij de burger. Ja. Kijk. En je kunt echt wat bereiken. Echt verschil maken. Ja. Lange taal. Vraag uit de zaal. Ja, wat ik uit de boeienbetoog van de dames nog iets miste, dat is, het is wel het staande beleid, het is de care, but waar ik eigenlijk nog aan denk, en dat vind ik in de oudere bonden wel aanwezig, maar dat land niet, dat is de preventie. De preventie om de zorg staande te houden, het leven gelukkig te maken, sportstimulering voor ouderen. Als we daar aan de gemeente vragen van, dat doe wat aan, dat, hoe kunnen we dat concreet maken? Heeft u daar een idee over? Ja, ik ben nooit zo'n groot voorstander geweest van preventie. Want ik heb altijd de vraag gesteld, en dan leef je langer, en wat dan? Ja. Ja, dat is moeilijk hoor. Ja, maar misschien moeten we proberen om die discussie over preventie ook te kantelen naar het gesprek over kwaliteit. Welke kwaliteit willen we nou eigenlijk? En dat, dus preventie is weer ontzettend medisch ingestoken. Want dan proberen we iets te voorkomen wat medisch is naar de toekomst toe. Ja. Maar waar het echt over gaat, en dat is opnieuw politiek. Wat voor samenleving willen we nou zijn? Wat voor samenleving? Aan welke kwaliteit moet onze samenleving voldoen? En dat gesprek, daar gaat uit volgen dat het dus belangrijk is dat er plekken zijn waar ouderen kunnen bewegen, waar ouderen de gezondheidszorg voor ligt. Weet ik wat dan ook maar is. Dat hele thema eenzaamheid, hè? Dat is als je naar de statistieken kijkt, is dat een vreselijk thema. Want dan zie je hoe ongelooflijk veel mensen zelf aangeven eenzaam te zijn. Maar wat is dat nou? Wat betekent dat nou? Wat zegt dat nou? En hoe kan je nou in gesprek komen met mensen op een manier waarbij je ook dat kunt vertalen in, we willen niet, dan gaat het niet alleen om die meneer of mevrouw die dagenlang overleden in een huis ligt. Nee, dat is het allergrootste uiterste. Maar dan gaat het dus ook om, hoe wil je meedoen? Wat heb jij nodig om mee te kunnen doen? En dat kan zijn dat de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, wat in Rotterdam beter is dan in Amsterdam, de toegankelijkheid van het openbaar vervoer dat mogelijk maakt. Maar dat kan ook zijn dat er in de parken aparte plekken, wat dan ook, doet er niet toe. Maar je moet het gesprek voeren op een manier waarbij het gaat over wat is er hier in de deelgemeente Feyenoord nodig, wat is er in Wassenaar nodig, wat hebben wij in Leeuwarden nodig en wat is
bij ons de kracht van de plek waar we zijn, van de gemeente die we hebben, om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. Ook die kwetsbare ouderen. Nou, wat mij stoort is, ik ben Sia Kwaadvliegen en ik zit in de WMO-deelraad van de gemeente Den Haag. Je ziet het nou al, hè? Nee. Nou, voor wat betreft de keukentafelgesprek, gemeente Den Haag loopt daar heel erg in achter. Alleen als je een aanpassing in je woning hebt, krijg je een keukengesprek. Verder is het eigenlijk altijd wat ik noem een beeldschermindicatie. Het keukentafelgesprek in Den Haag is vaak gewoon, als je geluk hebt, een telefonisch gesprek. Maar wat u net aangaf... En als je pech hebt, dan gaat er een uitdraai van de indicatie, een beschikking, besluit, gaat dan naar de zorgaanbieder. En die zegt dan bijvoorbeeld bij herindicatie, mevrouw, u krijgt volgende week wat minder hulp. En waarom krijgt ze dan minder hulp? Omdat mevrouw heeft aangegeven dat voor haar heel erg belangrijk is dat ze een half uur per week iemand is die met haar meegaat om boodschappen te doen. Maar dat gaat niet meer. Ja, dat mag niet meer. Maar voor die mevrouw, tegen de eenzaamheid en de kwaliteit van haar leven, is dat iemand met haar met die rolstoel toch die boodschappen gaat doen. En dat kan niet altijd de mantelzorger, want die heeft ze niet meer. Mevrouw Kriensna, is een beetje te verbijten. Nee, maar kijk, als een keukentafelgesprek dat een indicatie is geworden, dan hebben we een AWBZ op lokaal niveau. Dus ik weet niet precies hoe dat in Den Haag geregeld is. Ik zal het die wethouder nog eens vragen, maar... Op het algemeen heeft hij wel bredere verhalen over hoe hij met de WMO omgaat in Den Haag. Want wat er natuurlijk in zo'n situatie eigenlijk zou moeten, is dat niet de oplossing gezocht wordt in een half uur meer huishoudelijke hulp. Maar dat je kijkt, wat is er in die wijk waar die mevrouw zit? Hoe kunnen we ervoor zorgen? Er zijn prachtige platforms tegenwoordig om te koppelen dat mensen die gepensioneerd zijn en prima boodschappen kunnen doen. Of mensen die op een andere manier tijd hebben om dat te doen, op die manier elkaar weten te verbinden. De essentie is dan dat je niet altijd een professional inzet om mensen aan elkaar te verbinden. En dat we als samenleving er dus beter van worden als je mensen aan elkaar weet te verbinden die voor elkaar iets kunnen betekenen. Dan moet je iemand daar wel in helpen. Jazeker. Ik begrijp daar niets van, hoor. Want ik ben in Den Haag ook geweest. Ja. En laten we zeggen, naar mijn overtuiging, je kunt zo een vrijwilliger krijgen om je boodschappen te doen. Ja, maar dat is juist heel erg het verhaal van Den Haag. Ja. Dus, nou, dan moet je ook geen mantelzorger of geen professional laten doen. Ja. Nee, er zijn ook scholenprogramma's die hierop gestoeld zijn om de leerlingen uit de praktijk te leren wat zorg inhoudt. Wil ik even aanvullen. Ja, okay. Ja, maar dat is zorg. We moeten weg van zorg. De meeste ouderen hebben veel meer behoefte aan allerlei diensten van welzijn. Ja, precies. Ja, u bent aan de beurt. Ja, ik wil... Want dan houdt u de microfoon vast. Ja, ja, nee, dat is les 1. Dat is les 1, ik ken hem. Ik wil even terug naar... ik wil twee dingen verbinden. De toekomst van de koepel, want daar hebben we het er net ook al over gehad. En deze discussies. En wel de discussie van het feit dat decentralisatie en pijltje democratie en ontwikkelingen die zoals u het uiteengezet heeft. Dan is het toch wonderbaarlijk dat u met voorbeelden komt uit Molenwaard. 15.000 inwoners geloof ik. En uit Linschoten, wat een heel bekende gemeente, want ik heb daar ouder... Linschoten heb ik niet genoemd. Nee, Linschoten. Austerlitz, 2200 inwoners geloof ik. Dan zie je dat de decentralisatie vaak in kleinere gemeenten, tot en met de zorg en alles waar we het over hebben, eigenlijk goed is geland en een mooie start heeft gemaakt. Maar als ik bij u in de oude gemeente kom in Rotterdam, waar ik uiteraard als Krimpenaar veel kom omdat we veel samen doen, dan hoor ik daar de ambtenaren praten. We praten 80% met elkaar, want we moeten nog zoveel afstemmen. Dus daar, die liggen ongeveer 2 jaar achter. In plaats van met de burger, bedoelt u? Dat wil zeggen, precies. Dat wil zeggen dat de hele ingezette lijn gaat prima op voor kleinschalige gemeenten tot, weet ik veel, 30, misschien 40.000 inwoners. Maar daarboven heb je een heel groot probleem. Massaliteit werkt dan tegen, denk ik.
Ik ben even nieuwsgierig naar uw naam en waar u vandaan komt. Dat was een ik zei Tom Bakker, Krimpen aan de IJssel. 30.000 inwoners. Ja. Dus u zegt 30.000, dat kan het dus wel. Ja. Ja. Wat het, het is volkomen waar dat de tempo in de kleinere gemeenten veel hoger. Ook, overigens zijn dat dan ook vaak weer dorpen in gemeenten. Hè? Dus de Austerlitz is een dorp van de gemeente Zeist. De gemeente Westellingenwerf in Friesland. Die heeft 67 gebieden gedetecteerd in de eigen gemeente. Die per gebied eigen budgetten hebben gekregen om de WMO-taken te kunnen doen. En precies dat is nou de manier van werken die de grote gemeenten ook zouden moeten pakken. En ik denk dat grote gemeenten dat ook best wel gaan pakken. Alleen je ziet dat de tragiek van een grote gemeente is dat je in zo'n situatie wel eens achterstand uit voorsprong zou kunnen krijgen. Omdat op het moment dat het een nieuwe wet wordt, iedereen aan de slag gaat om die nieuwe wet in te regelen. En de bedoeling van die nieuwe wet, die zou ook in een grote stad dus moeten zijn, dat je aansluiting zoekt bij de dorpen in de stad. En die zijn er ook in Rotterdam. En die zijn er ook in Amsterdam. Maar dan moet je dus, wat ik noemde die radicale omkering, moet je dan ook gaan doen. Dan moet je het stadhuis uit en dan moet je gaan kijken, hoe zit het nou in die dorpen bij ons in de stad? En wat hebben ze daar nou precies nodig? En hoe kunnen we die in positie brengen? En dat duurt in grote gemeenten gewoon ietsje langer. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook daar de gemeenteraden voor een keer gaan zorgen. Maar het staat in schril contrast met kabinetsbeleid om te fuseren naar gemeenten. Nou ja, mevrouw. Mevrouw, het staat in schril contrast met het kabinetsbeleid. Mevrouw Van Leeuwen daagde mij daar ook over uit. Ja. Kijk, dit zijn dingen die moet je als in mijn rol moet je heel zorgvuldig formuleren. Ja. Ik heb in ieder geval altijd gezegd. Een beleid dat gericht is op opschaling van gemeenten ontkent het belang van politieke participatie. Dat is een efficiency discours. En efficiency is niet hetzelfde als politieke participatie. Het meedoen in de besluitvormingsprocessen. Sterker nog, daar moet je misschien wel kleiner voor worden. Want dan heb je die 67 gebieden in Westellingenwerf. Dat neemt niet weg dat je een aantal dingen samen moet doen, want dan doe je ze echt wel efficiënter. Als je forensische jeugdpsychiatrie allemaal per dorp of gemeente in gaat kopen, dan ben je dom bezig. We zien op het ogenblik zelfs een hele beweging dat gemeenten ons vragen om rond informatietechnologie een heleboel dingen op het niveau van de vereniging te gaan doen. Omdat anders de leveranciers van software, die als je die 390 keer laat onderhandelen, nou dan heb je het nakijken als gemeente hoor. Terwijl als je het bundelt als 390 gemeenten, dan kun je veel krachtiger daarin zijn. Dus wat je doet is op het ogenblik, en dat gaat in een heel hoog tempo, ik noem dat altijd dansen op schalen. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat geen enkele maatschappelijke opgave zich meer beperkt tot één schaal. Dus je zult telkens moeten zoeken naar wat is nou op welk moment de goede schaal om dat voor elkaar te krijgen. De hele dichtbij dingen die moet je ook op een zo dichtbij mogelijke schaal organiseren. En andere dingen moet je op een hogere schaal organiseren. Als ik nog één ding mag zeggen, wat je ziet ontwikkelen is dat gemeenten in toenemende mate in regionale samenwerking gaan zitten. En dat ze in die regio's taakafspraken met elkaar maken. Ja, dat is het. Die mevrouw eerst dan met u. Ik wilde nog even reageren op al die keukentafelgesprekken en dat vinkenlijstje. Nou weet ik dat het in Den Haag de lijst heel anders uitziet als in Rotterdam. Dat is heel kort. Ik was voorheen, nog niet zo lang geleden, WMO-adviseur in de gemeente Rotterdam. Ik heb heel veel mensen gesproken daar. Ik heb heel veel mensen de casuïstieken allemaal aangehoord en allerlei soorten gevallen. En ik denk dat ik mevrouw Van Leeuwen ook daar echt wel in herken wat zij daarin zegt. Hè. Als je iemand te spreken wil krijgen, dan de stappen die je moet nemen. Niet iedereen is capabel om gewend om met die internet om te gaan. Maar wat ik dan vind, je bent WMO-adviseur. Hè. Je bent daar om de mensen te helpen. En dan denk ik altijd, neem nou eens een keer die stelling in je hoofd van help de mensen zoals je zelf geholpen zou willen worden. Geef niet puur sec in jouw eigen hokje aan wat je mag doen, wat je mag vragen en weet ik veel. Rotterdam is een ruimhartige gemeente. Daar hebben we tegemoetkomen meer kostenzorg. Daar hebben we een AOW-tegoed. Er zijn zoveel mensen die dat niet weten. En ik vind dat een WMO-adviseur
ook een soort actieve informatieplicht heeft naar ouderen, naar mantelzorgers. Mensen weten nog ineens dat er een mantelzorgondersteuning is. En ik vind eigenlijk, zou dat ook in het beleid moeten worden opgenomen. Je bent WMO-adviseur, je ondersteunt de mensen en dan doe je dat ook met een actieve informatieplicht. En ik wil vragen, wat vindt u daarvan? Ik ben het daar hartgrondig mee eens. Dat is wat ik bedoel met het woord dienstbaarheid. En ik denk dat we te lang, en gelukkig is die tijd inmiddels voorbij, te lang zijn gaan kijken naar overheid als een BV. De BV Nederland of de BV Rotterdam. Maar een overheid is geen BV. Een overheid is het publieke orgaan waarmee dienstbaarheid moet worden neergezet. En dat betekent dus dat je van die overheid ook mag verwachten dat hij niet een wetje verkoopt aan die burger, maar dat hij ingaat op welke behoefte is er nou precies. En wat heb ik in mijn rugzak? Alles heb ik in mijn rugzak om ervoor te zorgen dat ik aan dat wat u nodig hebt kan voldoen. En dat is een andere manier van denken. En dat zitten we volop in. En ik zie het nogmaals, en u hebt helemaal gelijk, ik zie ook de mooiste voorbeelden in de kleinere gemeenten. Omdat het daar een grotere vanzelfsprekendheid heeft. Dat daar je ziet dat mensen gewoon met elkaar in contact komen en zeggen, waarom doen we dit nou eigenlijk niet anders? Is het zo dat de VNG volgens u voldoende doet om die, laten we dan even ervan uitgaan dat die ambtenaar het keukentafelgesprek voert, om hem of haar duidelijk te maken dat hij die informatieplicht heeft? Nou, is dat iets waar u zich actief mee bezighoudt? Wat wij doen is, je kan niet van, de VNG is een vereniging van alle gemeenten. Ja. Dus het zijn de gemeenten zelf die instructie aan de ambtenaren moeten geven. Wat wij wel kunnen doen, is voorwaarden scheppen. Dus wij hebben een academie, een VNG-academie, waar we ook masterclasses geven, waar mensen dit soort vragen ook krijgen. We doen heel veel aan handreikingen om ervoor te zorgen dat mensen ook vanuit die integraliteit, wij ook gemeenten benaderen vanuit die integraliteit. Maar, ik zeg u eerlijk, ook daar hebben wij nog heel veel aan te doen. Want ook wij zijn in dat opzicht in een transformatie van een klassieke koepel- en belangenbehartiger naar een vereniging die met behulp van de leden en samen met die leden dienstbaar is. En adviseert en informeert. Precies. Ja. Naar gemeenten zouden we nog heel veel kunnen leren van het bedrijfsleven. WMO-consulenten gewoon meer een touch van bedrijven die gewoon veel dienstbaarder zijn, hè? Die kennen we allemaal. Ja. Zouden we nog heel veel van kunnen leren. Mevrouw zegt dat gemeenten veel kunnen leren van bedrijven, want die zijn dienstbaarder volgens u, ja, richting hun consument. Ja. Ja, u heeft al even zitten wachten, ik ben benieuwd. Ja, mijn naam is Van Ardenne van uit Zwijndrecht en ik wil even toch nog even aanvullen over het verhaal van kleinere gemeenten. Wij zijn een gemeente van rond de 45.000 inwoners en wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat wij heel vroeg iemand vanuit de Drechtsteden de koepel hebben gemaakt met elkaar aan te pakken, die transformatie, en dat is, mag ik zeggen, een groot succes in onze Drechtsteden. En dan praat ik over toch gauw rond de 380.000 inwoners. Dus het kan wel. Maar daar zie je dus hoe mooi het is dat de Drechtsteden, die probeert die boodschap niet naar beneden door te dragen, maar die doet van onderop in de regionale samenwerking van de Drechtsteden. En daar verrijken jullie elkaar en ga je weer terug naar die gemeente. Dat is een prachtig voorbeeld van de omgekeerde beweging. Juist. We gaan langzaam richting afronding. Daar is nog een vraag, begrijp ik. Kort als het kan. Ik ben erg blij met het feit dat u over het eigenaarschap heeft gesproken. Wie bent u even tussendoor? Ik ben Harry Wagendorp van de WMO Raad Heemskerk. Ja. 30.000 inwoners. Dat schijnt er nu bij te horen. Ja. Dat eigenaarschap. Ik heb er naar gekeken waarom in die kleine gemeentes dat allemaal wel komt en die grote niet. Het merkwaardige doet zich voor dat we overal een raad van toezicht model zijn in gaan voeren. En ik heb het gevoel dat het raad van toezicht model in welzijnsorganisaties die vroeger gewoon een soort van vereniging waren, die uit de burgers waren voortgekomen en wat voor die burgers ging betekenen. Door dat raad van toezicht model heb ik het gevoel dat die burgers op afstand zijn gekomen. Wanneer er een veel directere bestuursvorm zou zijn voor ziekenhuizen, maar ook voor welzijnsorganisaties. En zo kan ik nog wel meer voorbeelden noemen. Ik denk dat het goed is om na te denken over het feit of dat raad van toezichtmodel dat we ontlenen eigenlijk uit het bedrijfsleven, of dat wel het goede is. Dat wilde ik aan u vragen. En dat zeg ik vanuit het feit, hoe komen we eraan dat we weer ons eigenaar voelen?
Is het een vraag of is het een statement? Het klinkt meer als een statement. Zo, ja. Korte reactie. De essentie is de maatschappelijke verankering van dit type van instituten. In Denemarken, als ik aan een Deense gemeente vraag hoe doen ze hun jeugdbeleid, dan beginnen ze met hoe ze met de leerkrachten werken. Omdat het onderwijs in Denemarken van de gemeente is. Ik pleit er niet voor om het onderwijs van de gemeente te laten zijn. Maar ik pleit er wel voor dat een schoolbestuur zich realiseert dat die maatschappelijk verankerd moet zijn in die lokale samenleving. En ik hoop heel erg dat we die beweging, dus van een raad van toezicht model naar mensen eigenaar laten zijn, maatschappelijke verankering laten zijn, zonder daarbij overigens te verliezen dat je geen amateurisme in controle moet hebben. Want het is ook publiek geld wat goed beheerd moet worden. Dat je dat via gemeenteraden en via een nieuwe lokale democratie, dat je dat beter gaat organiseren in de komende periode. En dan is dus de zomers buiten woningbouwcorporatie van begin vorige eeuw wordt een gesprek in een gemeenteraad waarbij je met de huurders van die woningbouwcorporatie kijkt van gebeurt er nou eigenlijk de goede dingen of doen ze net alsof ze projectontwikkelaar zijn. Ja. Laatste vraag uit de zaal. Marja Keizer, gemeente Opsland. Je had het net over Denemarken. Ik heb 5 jaar in Zweden gewoond, dan doen ze het heel anders. De jeugd die daar op school zit, die gaan de woningen die zijn daar allemaal verspreid over wijds. Zweedse wijd. Gaan ze naar de volkshuizen toe en dan is het 1 keer in de week de traditie bij de scholen dat de jeugd naar de volkshuizen gaan en daarmee de ouderen aan het werk zijn. Hebben de ouderen behoefte aan om thuis iets te doen, het zij het een klusje of wat ook, dan wordt dat afgesproken en die persoon, van die contactpersoon van die school, gaat dan ook naar de ouderen toe. En dan is het gewoon een gezellig samen zijn, zowel zo jong als oud. En de jeugd is actief bezig, maar de ouderen zijn actief bezig en ze komen in een ander leefgebied, want ze komen ook met jongeren te maken. Ja, maar daar zie je ook, in Zweden, ik ken Zweden ook een beetje, daar zie je natuurlijk ook heel erg dat het feit dat mensen vaak in isolement wonen, hè, als ze niet in de stad zitten, ja, maakt dat ze nog steeds heel goed beseffen dat je het ook moet hebben over wat voor kwaliteit willen we nou eigenlijk in de samenleving. En nou, dat betekent dat een aantal van dat soort dingen heel belangrijk gevonden worden en ook die overheid zich daar verantwoordelijk voor maakt om dat mogelijk te maken. Ja. Ik heb zelf nog een laatste vraag. U pleit in uw lezing voor het verbreden van de taken, zou je kunnen zeggen, van de adviesraden. Ze moeten dus ook, zegt u letterlijk, gemeenten eigenlijk helpen om de moeilijk bereikbare doelgroepen te bereiken. Vindt u dat ze daarvoor ook voldoende geëquipeerd zijn? Of is het een idee om ze daar wat meer in te faciliteren, ook als gemeente? Vindt u dat gemeenten daar misschien ook wat meer, u heeft het zelf gedaan in Rotterdam met de ambassadeurs, wellicht ook wat geld voor moeten uittrekken? Om die doelgroepen te bereiken. Ja, dit soort generieke ja's, die vind ik te makkelijk. Hè, van God, jammer. Ik ben ervan overtuigd dat de gemeente die ziet dat er een belangrijke manier van op een andere manier werken is en dat daar geld voor nodig is. Of dat daar samenwerking met ambtenaren voor nodig is om dat te faciliteren. Of dat daar met de ombudsman een verbinding gemaakt moet worden. Maar het begint met inhoud. Het begint met ambitie. Het begint met wat je wilt. En dan zijn gemeenten echt bereid, als het niet anders kan, om daar ook in te faciliteren. En dat zie ik ook gebeuren. Oké. Zeer bedankt. Ik ga het laatste woord geven aan Bert Holman. Ik weet niet, ga je ook iets zeggen, Bert? Of zal ik jou de microfoon... Nou ja, wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ik genoten heb van een ontzettend mooi, inhoudelijk en betrokken gesprek. En daar wil ik jullie allemaal heel hartelijk voor bedanken. Ik ga aan de loket bedanken. Heel goed, ja, hier ben ik. Er zijn mensen die denken dat je liever wijn dan bloemen hebt. Daar zit wel wat in, ja. Alsjeblieft. Dankjewel, Bert. Ik nodig jou voor een dankje in de voorgaande.